in de categorie Jeugdsportstimuleringsprijs individueel Jongens 2018. Hij verpulvert zijn persoonlijk record naar 3,42. Robin van Riel. Hij stoot door naar de top. Matthijs Mols. Robin, net 18, won het NK Junioren A, 1500 meter, haalde de finale van het WK Atletiek Junioren en haalde een PR van 3,42 bij een teammeeting. Hij werd tweede tijdens het NK Cross Junioren en tweede op de 1500 meter Junioren NK Indoor. In 2018 liepen slechts 5 Nederlanders harder dan Robin. Hij loopt al jaren mee bij de oudere junioren en bij de senioren. Dat belooft veel voor de komende jaren. Matthijs, net 18, behoort in zijn leeftijdscategorie al jarenlang tot de beste kogelstoters en discuswerpers van Nederland. Bij het NK Discuswerpen Junioren A behaalde hij zilver. Bij het NK Kogelstoot Junioren A goud. En ook goud voor het NK Junioren Indoor Kogelstoten A Junioren. En bij het NK Senioren, zwaarste kogel, bereikte hij de 9e plaats.